Hoi Sjaki Groenen! Wij hebben een vraag aan jou. Hoe vaak kan jij hoog houden en heb je misschien ook tips voor ons? Ja, ik kan wel veel hoog houden. Ik heb dat altijd van jongs af aan heel erg veel gedaan. Dus ik denk wel, ik weet niet, 200-300 keer of zo. Ja, ik kan wel laten zien natuurlijk hoe ik het van mijn jongs af aan heb geleerd. En dat was namelijk, mijn vader had echt iets met op de knieën hoog houden. Oké. En daar ben ik dus ook eigenlijk mee begonnen. En dat begon dus altijd, ik moest altijd iedere keer een stapje verder totdat ik het geperfectioneerd had. Okay. Dus ik begon dan gewoon met 1 eigenlijk. Ja. En het is dus heel erg belangrijk dat als je het moment dat je de bal raakt, dus je eigenlijk in een soort 90 graden bent met je knie. Okay. En dat je de bal hierbovenop raakt. Dus dat je niet te ver naar je... Want als je hem op je knie krijgt, dan gaat hij van je weg. Okay. Terwijl als je hem op je bovenbeen raakt, dan gaat hij eigenlijk weer naar je toe. Dus dan begon ik eigenlijk met 1, totdat ik die iedere keer kon vangen. En als ik dan kon vangen, dan ging ik dus naar 1, 2. En zo ging ik heel de tijd van been wisselen. En dan ging ik dus heel de tijd 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dus als je hoog wil aantal behalen, dan is dit wel een goede... Ik kwam hier altijd heel erg ver mee. Dus, want je gaat dat dus steeds verder opbouwen. En dan word je er dus ook steeds vaardiger in. Grappig. En dan heb je eigenlijk die balans heel erg makkelijk. Nou ja, zal ik het proberen? Kun je proberen? Ik kijk hier wel heel erg naar uit. Het is denk ik mijn favoriete momentje van de dag. Ja, dat is best oké. Dus, en dan moet je zorgen dat je met je rug heel erg recht blijft. En als je dan merkt, oké, hij gaat omhoog en hij blijft op de juiste hoogte, want hij moet natuurlijk ook niet hier naartoe. Ja. Dan kun je gaan switchen en dan ga je naar 2. Ja, grappig. En dan ga je naar 3. Dan heb je die houding. Okay. Oh, dit is zo fijn. Kijk! Hey. Ik ben hier wel trots op eigenlijk, hoor. Ja, het is wel even mijn hoogtepunt in het jeugdjournaal, denk ik. 2 minuten leun. En heb je nog een trucje wat je, dat is altijd zo'n vraag, maar heb je iets waarvan je denkt, dat is heel effectief en dat kan je altijd gebruiken als je in het voetbalveld staat? Ik ben altijd heel erg weg geweest van de tiptop. Zo, die vind ik altijd heel erg leuk. Oké, dat gaat heel snel. Dus ja, zal ik hem langzaam voordoen? Ja. Dus je begint met je voet langs de bal. Dan ga je erop staan. Ja. Je trekt hem eigenlijk een beetje naar voren. Ja. Vervolgens trek je hem een beetje naar achter. Ja. Vind je balans, zet je je voet door. Okay. En ga je in een soort draai, dus je draait je bovenlichaam. Ja. Neem je hem met de andere voet mee. En gebruik je het ook in het voetbalveld? Ik doe het even wel eens, ja. En die werkt altijd? Nee, ja, niet zo heel vaak. In ieder geval voor mij niet. Maar ik zie mensen op tv dat er wel heel goed doen. Dus, maar ik heb deze wel eens gedaan in de wedstrijd, ja. Als je klem zit of zo in een situatie waar 2 mensen op je afkomen, dan kun je heel erg makkelijk je hoek veranderen eigenlijk, zeg maar. Want je gaat die kant op en dan komt er dus bijvoorbeeld iemand van die kant en van die kant. En dan ga je achteruit en dan kun je eigenlijk er tussendoor. Het is gouden tv dit wel, hoor, moet ik zeggen. Kijken. Dus je links. Links, ja. Trek hem een beetje naar voren, dus je geeft jezelf afstand, goed. En dan trek hem heel klein beetje terug, dus niet te ver. Ja. Zet je voet verder weg neer. Ja. Draai je om je as. Ja, bijna! Dit ga ik gewoon thuis gewoon heel veel oefenen, want dat zijn we vanavond hier nog bezig, denk ik. Maar toch bedankt voor deze tip. Dat is wel leuk, hè? Ja, nee, hier hebben kinderen heel wat aan. Ja. En ik ook. Ik maak wel een soort stappenplan voor je. Ja, dankjewel.